We hebben het deze week over de Mystery Stones. En praten met twee ex-leden van die Gelderse groep, namelijk Hans Cornelissen en Piet Schrijver. We vroegen ons eerst af waarom de naam Mystery Stones. Tiro en is zeker een catch. En dat, ja, dat, we wouden een andere naam door omstandigheden. Waarom weet ik ook niet precies meer. En toen zaten we dus met z'n allen dus, in het café. En toen gingen we dus een naam bespreken. En nou ja, eerst werd het Mystery Kids. Maar ja, toen kwamen er Rolling Stones op. En toen vonden we Stones vonden we wel goed. Toen hebben we er Mystery Stones van gemaakt. Maar ik denk dat het wat betreft de Engelse grammatica en zo. Of de Engelse taal dus niet past. Dan had het Mysterious Stones moeten wezen. Mystery Stones, dat is eigenlijk een fake. En zodoende is het toch, ja, niemand wist dat, want niemand kon echt goed Engels en wij dus ook niet. Hebben we er maar Mystery Stones van gemaakt en dat, nou ja, dat sloeg wel goed aan als je dus kijkt naar het verleden. Van 1964 kwamen de Mystery Stones dus voor het eerst bij elkaar. We vragen aan Hans Cornelissen wie het precies waren in het begin. De groep in zijn eerste opstelling, nou, Kees Stam solo gitaar, Piet Schrijver drums, Jos Evers slaggitaar en ikzelf dus, zanger. En dan hadden we ook nog een bassist. Wie was dat? Piet Schaasberg. Ja, nee, eerst hebben we nog een andere bassist gehad. Uiteraard die Bob Bleker, ja. Bleker. Ja, nou, het repeteren gebeurde ook Bob Bleker. Dat was Café Bleker in Schagen. Nou, Trianon. In de Koningsstraat. In Trianon. Café Trianon in de Koningsstraat. Daar kwamen we veel biertje pikken en dan mochten we dan, hadden ze ruimte achter over en dan mochten we dan oefenen. Maar het was natuurlijk altijd zo, we hadden niet eigenlijk een vaste solo-gitarist, dus dan speelde de ene weer mee en dan de andere weer mee. En daar hebben we dus veel geoefend. En van daaruit ben we ook, of nee, dat is niet waar, we zijn vanuit Schagen voor het eerst gaan optreden, dus in Uzi Dunia, dat was in de fanclub van Emel in de Starfighters. Voor het eerste live optreden? Dat was in Uzi Dunia, als ik het goed heb, in oktober 64. Weet jij dat, Piet? Mag ik je corrigeren? Want ik denk dat het eerste optreden in die schuimrubberfabriek was op de gracht. Nee. Dat boven mij was dat niet zo. Dat was in de stad. Ja, en daar hebben we het om voor het eerst toch. Daar heb ik de ding niet bij geweest. Weet je nog dat we met auto's naar Schagen gingen? Ja. En al die installatietroep boven op dak ophaalden. Weet je dat toch? Ja. We waren razend enthousiast voor de eerste keer optreden. We hadden al de hele tijd loopt de klopen daar al. En toen mochten we een optreden, dus er waren razend enthousiast. En toen mensen gecharterd en die met auto's naar Schagen, want die stonden bij het Hotel Bleken, waar we dus eerder altijd oefenen. Daar stonden altijd die apparatuur en zo hebben we dat naar Den Helder gehaald. En toen, wie nodigde jullie eigenlijk uit voor het optreden? Dat weet ik, persoonlijk weet ik dat niet meer, maar ik denk dat het ook in samenwerking ging met de Emel en de Starfighters. En ik denk ook met Rob Zinken, geloof ik. Ik weet wel dat dat vanaf Schagen, ja, toen zijn we naar de Helder geraakt door mensen waar we toen mee aan de praat, maar ik weet ook niet meer precies hoe dat zou doen. Nee. Hoeveel volk was het toen op de been? Nou, de zaal was vol, dus ik denk aan de grootte van Uzi Dunia dat er een man of 200 was, en dat was heel veel in die tijd. Maar we hadden niet alleen apparatuur nodig, we hadden ook de gebroeders Pot, en die zaten op het podium om de pluggen te vasthouden in de versterkers dus, want alles dan ritselde en rolde alles eruit, dus het is heel primitief, weet je wel. Het was nog echt amateuristisch. Het was heel amateuristisch, maar met ontiegelijk veel enthousiasme, daarom werd het eigenlijk een groot succes. Niet omdat het muzikaal zo'n hoogstandje was. Die muziekinstrumenten, die waren jullie toen al eigendom? Ja, die waren eigendom van onszelf, ja. Allemaal op hele goedkope gitaren toen, uit die tijd. En via wat lenen en zo. Ik weet nog wel dat we van het bandje van Rob Segers of zo, dat we een echoblok lenen en een goede versterker eigenlijk ook. Dat hadden we toen toch eigenlijk ook wel nodig. Ik leende toen een drumstel van Dillian Dimming Sun, ja. Dat was van de Chinees van Sun, weet je wel. Vroeger in Hongkong was. Oh ja. In de Keizerstraat. Ja, die jongen die had van zijn vader een splinternieuw drumstel gekregen, want die wou leren drummen. En toen zou ik hem dan een beetje lesgeven, dus ik zijn drumstel mocht lenen. Nou, dat heb ik dus 2 jaar geleend, toen was hij af. Toen kon hij op de stoot ook. Ja, toen was hij helemaal af. Dat was nog uit rock'n'roll nummers. Het was toen eigenlijk het einde van het rock'n'roll tijdperk en het begin van het beat tijdperk, Rolling Stones en zo. Dus uit die nummers bestond ons repertoire.
Dus rock metaal. En ook instrumentaal, dus nummer van Tion Brothers en Shadows en andere groepen. Kan je wel stellen dat het aantal fans met de week toenam? Ja, dat kan je wel stellen, want ik bedoel, hoort zegt het voort. Ik bedoel, er was veel te doen en in de Helder was er in die tijd eigenlijk weinig te doen, maar omdat wij begonnen op te treden, dat was natuurlijk sensatie. En zodoende, hoort zegt het voort, kwamen er steeds meer mensen bij, fans dus. Meer vrouwen dan mannelijke fans, of maakt er niet veel uit? Nee, dat maakte niet veel uit. Iedereen was even enthousiast. Hoe stond de pers tegenover? Was die ook enthousiast? De pers, die was heel schuchter en heel behoudend. Kan je misschien nog een paar optredens opnoemen waarbij u dus werkelijk op een topniveau draaide? Ja, dat was in Prins Hendrik in Juliaandorp. Daar hebben we trouwens heel veel keren opgetreden. Dat was altijd op zondagmiddag. En in het begin ging dat hartstikke leuk. En het werd, naar gelang er werd er meer speelde, werd het ook dus drukker. En ik kan me nog wel herinneren dat vanaf het station in Helder, je had natuurlijk altijd de lijndienst met bussen, maar er gingen er helemaal extra bussen heen en die waren afgeladen en taxis die reden af en aan en nou, het stond er ook helemaal vol met brommers en fietsen en iedereen kwam daar gewoon, alle jongeren uit de Helder. Werden ook wel bussen gehuurd? Er werden geen bussen gehuurd. Ik weet niet of dat particulier weet ik dus niet hoor, maar... Noem eens wat van die optredens op, het was toch niet alleen in Julianendorp? Het was niet alleen in Julianendorp, we hebben ook in... Nou ja, in Stroet hebben we gespeeld, ja. Er is nog wel leuks bij te vermelden. We speelden altijd tegen intreegeld. En dan, het was een kruispunt met een paar huizen. Dus er kwamen dan zo'n 50 man en dan had je 50 gulden daar. En meer verdiende je niet. En er moest geld bij natuurlijk, want de apparatuurhuur die kost al 50 gulden. Over dat optreden, zijn we ook wel eens in het buiten onze provincie geweest? Nee, we zijn nooit buiten de provincie geweest. Eigenlijk alleen maar hier in de kop van Noord-Holland. Ook niet in het buitenland? Ook niet in het buitenland. Wel nog een hypo, als je dat tenminste buitenland wil noemen. Dat valt de geograaf niet onder, hè? De band heeft naderhand ook wat wisselingen meegemaakt. Kan je daar misschien wat over vertellen? Ja, in het begin hadden we dus Jos Evers. Het was een hele een drijvende veer achter ons repertoire. Die was razendenthousiast, kon ook heel, hoe noem je dat, explosief slag spelen. Het was een drijvende kracht dus eigenlijk, maar die voelde zich niet zo thuis bij ons. En ja, toen is hij eruit gegaan, hij is geloof ik naar de Black Devils gegaan. En toen hebben we een andere slaggitarist gehad, Rob Peters. En nou, hij moest weer helemaal van het begin van oefenen en inwerken en dat... Is best wel leuk, het is altijd wel, maar het was zo leuk met dat Jos Evers erbij was, want dat zeg ik al, dat was een drijvende motor voor ons eigenlijk, toch, met zijn enthousiasme. Wanneer was die verandering? Die verandering, die was ongeveer, ik denk in maart, februari, aan maart 65. Is dat de enige wisseling die we hebben meegemaakt in het bestaan van de Mystery Stones, of kan er misschien nog een paar opnoemen? Nou, wisselingen, we hadden nooit een vaste... een solo-gitarist en dat was altijd natuurlijk een beetje minnetjes. We hebben heel erg goed gespeeld met Rob Zink. Dat was eigenlijk de beste die we toen eigenlijk konden krijgen. En ja. Eddie Riedijk, hè? Eddie Riedijk. Eddie Riedijk, die kon er toen ook wel aardig wat van, ja. Ja, maar toch wel minder als Rob Zink. Ik vond persoonlijk is altijd Rob Zink altijd de beste wat we konden krijgen. En dan vond ik het altijd op zijn prettigst ook gaan, want dan... werd er muzikaal dus ook nog iets naar voren gebracht. En dat was niet alleen over de grondrollen en herrie trappen. De band die ving natuurlijk ook wel wat honorarium. Hoe lag dat ongeveer? Dat was gelijk in deze tijd was dat een voortje, 100 gulden. Voor de hele band, bijvoorbeeld in Prins Hendrik in Julianendorp. En dan weet ik nog wel, ben jij dat nog in Hypo? Ik dacht ongeveer van 200 gulden en dan speelde je smiddags en s'avonds, dus dan speelde je eigenlijk zo'n uur of, eens kijken, smiddags 3 en s'avonds een uur of 4, 7, 8 uur speelde je dan voor 200 gulden. In Hypo was dat. En wat ik eerder al gezegd heb in de Wiel daar in Stroet voor intreeg geld en dat was meestal niet meer dan 50 gulden. Waren er ook wel kasteleins of eigenaren van bepaalde gelegenheden die jullie een extra fooi gaven omdat jullie zo goed optraden? Helemaal nooit. En dat hadden ze wat betreft Prins Hendrik dus best kunnen doen, want het bier vloeide daar ontiegelijk best, want ze hebben daar gouden tijden meegemaakt, in de tijd dat wij daar optraden op zondagmiddag.
Het enige voordeel was natuurlijk wel dat je de bier gratis kreeg. Daar weet ik zelf niks meer van. Ik meen dat we consumptiebonnen kregen daarvoor. En wat wel leuk is om te vermelden, dat is, er stond altijd bij Prins Hendrik stond er een patatkraam voor de deur. En die man die had het dus ook razend drukkers bij de spellen. En die bracht ons altijd even een kroketje of zo. Dat was altijd wel leuk, ja. De band, wie kostte die eigenlijk? Dat was Midas Rijkers. Een beetje. De nakomeling van Doris Rijkers. Nee, dat denk ik niet, want zijn vader was natuurlijk door. Oh ja, het kwam zijn grootvader geweest. Dat kan dus ook best, maar dan ben ik, dat heb ik nooit achterhaald. Kan je me nader beschrijven, wat was dat voor iemand? Nou, dat was een, een ventje met een baard. Dat zijn er natuurlijk wel meer in de Nederland. Nee, dat was een kindertje met de baard en de hele grote bek. En daarom moest hij voor ons aanprijzen. Want ik bedoel, in de begintijd ook dat we in UC Junior speelden, waren er altijd hele grote knokpartijen. En alles ging altijd een ding van spiegels in het hele wc-compartimenten en zo. Dus we hadden niet zo'n goede naam. Dus het moest flink aangeprijsd worden hier overal. Want ik weet wel, hier zo in Bresland hebben we ook nog geprobeerd om op te treden. Maar dat is nooit gelukt. En dat is mede de oorzaak, is dat daar altijd zo'n puin op was. Toch is hij coach geweest, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? We waren met elkaar en hij had een auto, want die hadden wij dus allemaal niet, want wij hadden alleen maar leren jasjes en verder niks, en een brommer geloof ik. En hij had een auto, en dan weet ik ook wel, had nog een assistent, Frans Hils, die ging ook altijd mee, samen met z'n tweeën gingen ze er dan wel op uit, en dan hadden we dus wat geld verdiend. Bijvoorbeeld bij een optreden en dan gaven dat aan Midas en die ging dan in de kop van het Holland allerlei kroegen en tent af waar we eventueel zouden kunnen spelen. Had je ook een goede eigenschap als coach? Dat was een grappig kereltje. Hij kon het goed met diverse mensen om. Buiten dat binnen de groep dan? Denk het wel. Ik denk hij was wel zakelijk ook, dacht ik. Maar ik denk dat hij het belang van de band toch dat minder in gedachten hield. De band had ook een nauw contact met de achterban en dat gebeurde dan door middel van een clubblad, hè? Of misschien ook wel een fanclub. Het was gewoon een fanclub en dat ging allemaal van mond tot mond in de stad, waar we dus zaterdagmiddags vaak de ouderen en allerlei andere mensen provoceerden vanwege onze haardracht en zo en dan allerlei toestanden erbij, maar wat moet ik daar verder op zeggen? We hebben nooit een clubblad dus uitgegeven. Een club is in ieder geval wel geweest. Hoeveel mensen zijn er ongeveer, ruwe schatting is voldoende hoor, lid geweest van die club? Nou, ik bedoel gewoon, het was geen officieel lid, want we hebben dus, wat ik al net al zei, geen clubblad uitgegeven. Ik denk dat er wel een 500 man toch waren, zo met elkaar, die al dan meer, minder en meer betrokken zich bij de band voelden. Een groot deel daarvan, die was ook regelmatig bij alle optredens. Altijd, want er was verder in de helden niks te doen voor die lui. Dus als we Mystery Stones op praten, dan was iedereen daar. Vandaar ook dat die extra bussen rijden, wat ik straks al gezegd heb, naar Juliaandorp. De populariteit groeide op een gegeven moment en er zijn ook zelfs plannen geweest om een grammofoonplaat op te nemen. Wie heeft het plan eigenlijk gelanceerd? Het is allemaal eigenlijk voorgekomen, denk ik, uit het enthousiasme van de fans en zo. En ik bedoel, als bende wil je toch vooruit, dus, en dat is een plaatje, is toch eigenlijk een bekroning van waar je toch altijd mee bezig bent, oefenen en optreden en zo. Zijn je wel in de studio geweest? Wij zijn wel in de studio geweest, in Hilversum, ik geloof bij Phonogram of Bovema. Bovema. Wat voor nummers hebben jullie daar opgenomen? Daar hebben we opgenomen, ik denk van Hello Josephine. En nou, dat... Die andere nummers weet ik niet meer. Ik heb een beetje ontschoten. Ja, ik kan me best voorstellen, want het is inmiddels alweer 18 jaar geleden, hè? 17 jaar geleden. Heb je ook eigen nummers geschreven? Nee, in die tijd schreef bijna niemand eigen nummers, stukken bandjes. Je deed het allemaal... Wel eigen arrangement? Ja, ik vind als je een band bent, dan speel je altijd een bepaald nummer op je eigen manier. Voor die tijd vind ik dat de allerbeste nummers. En ik denk dat ook wel aan het enthousiasme van het publiek ook te mogen vaststellen dat dat waar is dus. Ja, je moet natuurlijk gewoon een bepaald tijdsbeeld zien, hè? Een bepaald tijdsbeeld, ja goed. Maar ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen, hoe heet het, zijn preferaties naar een bepaalde smaak van muziek. En ik weet dat er veel van de Beatles hielden toen, waar ik persoonlijk dus en de band dus ook minder voor voelde.
Wij waren meer een soort van de Rolling Stones en zo, dus een beetje ruiger. En het was met rock'n'roll dus ook, al die ruigere nummers. Ja, natuurlijk meerdere Helderse bandjes. Kan je wel stellen dat jullie de meest langharige groep in Den Helder waren? Ja, dat kan je wel stellen, ja. Zeer zeker wel, ja. Hoeveel centimeter haast staat er op ongeveer? Nou, voor die tijd, vergeleken naar de maatstaven van de jaren 70 was het dus eigenlijk nog maar een kaal kopje. Maar voor de maatstaven gemeten aan die tijd was het natuurlijk ontiegelijk lang, want we hadden er wel zo'n 20 centimeter, 30 centimeter haar op de bol. Dat was echt die tijd dat je nog eens nagekeken werd als we straat liepen? Jazeker, door iedereen, auto's knalden tegen elkaar op. Daarom gingen we altijd zaterdagmiddags in de stad te lopen te provoceren gewoon. Het was niet zo agressief zoals het vandaag de dag is, maar meer provoceren van de mensen die ergens zich daar helemaal krom aan gewoon. Je kon ook nergens werk krijgen en zo in die tijd als je lange haar had. Heel moeilijk gewoon, want niemand nam je aan, want je werd afgeschilderd als vieze beesten en weet ik wat allemaal. Langharig tuig, nou ja, die uitdrukkingen die zijn algemeen bekend. Ja, die worden ook nu nog wel eens gebruikt, hè? Ja, je had ook een bepaalde knokploeg in de tijd. Dat betekent natuurlijk wel dat er wel eens problemen ontstonden tussen de band en de enthousiaste publiek, hè? Nou, daar weet Piet wel wat over. Nou, het was niet direct tussen de band en tussen de knokploegen. En er waren ook geen echte knokploegen. Maar het gebeurde wel vaak dat een ploeg jongens met een andere ploeg het met elkaar gewoon niet eens kon hebben. En dan werd er nog wel eens een robbertje gevochten. Maar zolang wij op het podium stonden, hadden wij dus met onze lange haren, hadden wij dus zelf helemaal geen last van niemand. Maar het gebeurde wel dat als je in de stad liep, dat je... En wat toen heel erg in was, dat als je lange haar had, dan was je dus van de verkeerde kant. Of nou ja, vanaf verkeerd is, weet ik niet. Maar in ieder geval niet van jongen en meisje en zo. Maar als je met twee meisjes op straat liep. Ja, daar werden Hans en ik dus ook wel vaak op aangekeken. Dan gaan die twee meiden weer en zo. En toen in die tijd werd ons dat ook kwalijk genomen. Omdat toen was dat die homofilie, dat was toen in die tijd helemaal verschrikkelijk, heel erg. En, dan moesten we nog wel eens hard lopen, ja. Toch vraag je wel zijn vader echt veel homofielen die lange haar hadden? Ja, er werd nooit gesproken toen over homofilie. Ik ken het tenminste alleen maar... Het stond nog niet in de verdalen. Nee, ja. er werd alleen maar over geschimpt eigenlijk. En over gesproken werd er nooit, want niemand die... ook al want toen, als je toen ook homofiel was... Dan werd je daar ook, dan was je leven gewoon niet zeker. En toen in die tijd, toen werd je dus allemaal viel, werd je dus gewoon in elkaar genept. Als het, hoe moet je dat verder uitleggen, maar... Laten we zo in ieder geval geen namen noemen, maar kan je misschien wel eens een paar voorbeelden aangeven van zo'n knokpartij in een zaal? Ik denk dat er vaak jaloezie ook in het spel was, gewoon omdat wij meer meiden konden krijgen en zo. En iedereen was gek op de Rolling Stones, al die meiden. En dan, die bepaalde groepen dan die in de Helder opereerden dan. Er waren ook andere marinelui bij, gewoon in die tijd. Want die waren als ik jaloers dat hun die geen lange haren mochten dragen, want dat was toch helemaal niet zo. En dan, ja, uit jaloezie of zo, omdat... vanwege de meisjes en zo, moest je soms hebben, je weet wel hoe dat gaat en zo. Ja, maar kan je nog wel herinneren dat ze dat inderdaad een zaal kort.